De Bond Beslands Hospitaal is vanaf vandaag in actie. Bondsvoorzitter Imro Edam zegt dat het vaker voorkomt dat het ziekenhuispersoneel op hun salaris moet wachten. Zo ook deze maand. Op enkele afdelingen na is het personeel vandaag na een spoedalgemene ledenvergadering naar huis. Tijdens de ALV is besloten om in actie te blijven totdat de overheid met een duurzame oplossing komt. We hebben zeker 3-4 afdelingen dispensatie verleend. En dat is namelijk de keuken, die gaan draaien als een zondagse dienst. De koefafdeling, ook als een zondagse dienst. De OK, die bij spoed gevallen, die worden opgeroepen. En de VK. Voor de rest is het gewoon dat de mensen gewoon wegblijven. Totdat er een duurzame oplossing dat men vanuit de ALP vandaag een besluit hebben genomen. Maandelijk hebben we een probleem om onze salarissen te ontvangen. Dus hebben de mensen vandaag besloten in de vergadering om met een voorstel te komen wat de regering eigenlijk zou moeten doen, zodat we in het vervolg niet meer het probleem van SZS dat we jaren hebben, misschien zeker al 2 jaren, dat we dat niet meer hoeven te hebben. Dus men heeft een voorstel gedaan naar de regering dat er een financiële injectie moet komen die zal gaan fungeren als een buffer, waardoor de directie eind van de maand van daaruit de salarissen zou moeten betalen. Edam betreurt het dat de regering een weekend lockdown aankondigt en aangeeft dat de gemeenschap tijdig haar inkopen moet doen, maar het nalaat om de ziekenhuizen uit te betalen. Dit accepteren ze niet. Dus op basis daarvan zeggen we gaan in actie, ook al heeft men de salarissen uitbetaald. De actie die wordt pas opgegeven wanneer de overheid gehoor heeft gegeven op hetgeen dat we geschreven hebben. We hebben namelijk een brief geschreven naar de minister van Volksgezondheid, naar minister Financiën en ook de directie als CTO-houder. Zolang men geen gehoor daar geeft, zijn we nog in actie. Totdat we een duurzame oplossing hebben mogen bereiken. Imro Edam, bondsvoorzitter bij het Slands Hospitaal. Het ziekenhuispersoneel meldt zich maandag weer aan het werk aan.